laatste ronde. En het is een, om een mooi Frans woord te gebruiken, een promenade de santé voor Tom Kooijman. Aankomt met zijn Newton Renka. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde. En die gaat daar ook eventjes kort van de benen, Kitty Kingley. En langzaam maar zeker sluipt die John Dekker met zijn Luigi Almagro dichterbij. Maar heeft een verrekijker nodig om die koploper te zien, Newton Renka. De zoon van Booster, winner uit El Pasa Renka. Trots fokproduct van de familie Knipscheer. Die gaat hier met grote voorsprong op weg naar de laatste bocht. En vanuit het achterveld komt eigenlijk niets meer. Het is Newton Renka aan de leiding op de tweede plaats. Nog Kitty Kingley, maar langzaam maar zeker komt die Luigi Almagro iets dichterbij. En op de vierde plaats hebben we dan Ladies First. De rest op grote achterstand. Mooie show voor Tom Kooijman. Hij won 5 koersen op Emmeloord niet zo lang geleden. En dit is alweer vast de eerste op Joure vandaag. Newton Renka voor Stal PD wint het hier met een straatlengte voorsprong op de concurrentie. Newton Renka is de winnaar, maar dan de strijd voor de plaatsen. Kitty Kingley houdt stand tegen Luigi Almagro. En dat betekent dus dat de overwinning is voor paard nummer 3, Newton Renka. Tweede wordt de 7, Kitty Kingley. En derde de 10, Luigi Almagro. Mooie plaatjes hier op Joure. Dan lopen wij even naar Tom. Tom, dit was een demonstratie. Ja, hij beviel me vandaag heel goed. De eerste keer was je een beetje onwennig en een beetje wachten. Maar vandaag wilde hij alleen maar hard. Absoluut. Je reed af en toe ruim door de bochten. Dat was voor alle zekerheid? Ja, als je alleen de baan rijdt, mag je rijden waar je wil. Je moet alleen maar buiten die palen blijven. Verder, dat heb ik wel geprobeerd tenminste. Absoluut, was klasse. Op Emmeloord zagen we je 5 keer winnen. Vandaag rij je in totaal 5 keer. Schatting, hoe vaak ga je winnen? Ik kan er nog 4 winnen, dus er zijn er weer 5. Goeie kans, Tom. Succes. Dankjewel. Dankjewel, hè. Tom krijgt nog bloemen van de sponsoren. Ja. Die zijn inmiddels al overhandigd. En dan gaat hij straks een lange ereronde maken. Praten we nog even kort met trainer Bas Krebas. Ik kan me nog herinneren, Newton Renka was vorig jaar ook een van je betere 2-jarigen. Ja, zeker. Maar het is nog steeds mijn beste 3-jarige, denk ik. Maar we doen Emmeloord en daarna gewoon de sweepstakes. Maar Dennis zegt, het is de beste grasbanen die we gehad hebben sinds Everglide Rapida. En dit is een mooie training, dus dat doen we er even zo tussendoor. Wat maakt hem zo goed op de gras? Hij is zo handig. Hij gaat door een bocht net zo hard als rechtuit. En dat is natuurlijk belangrijk op gras. Oneffen bodem maakt hem niet uit. Hij is alleen wat groen. Hij slingert al 2 jaar. Zolang we hem hebben, slingert hij. Maar Tom redt zich er goed mee. Hij kan heel hard. Jullie kiezen ze bewust voor een rustige voorbereiding. Hoe ver zie je hem gekomen in de klassiekers? Nou, Novato en Nevada Lobel zijn natuurlijk niet te kloppen. Maar bij een normale koers, als ze 3 of 4 zijn, ben ik tevreden. Dank je, Bas. Graag gedaan. De lange ereronde is ingestart van Newton Renka en Tom Kooijman. En dat in de koers 3 de Wassenaar vastgoedadviseursprijs. En als u aan u voorbij komt, geeft hem dan een groot applaus. De man in vorm won 5 keer in Emmeloord. En hij is van plan om nog wel een paar koersen hier te winnen op de baan van jou. Just like the sun.